Danny's killed on the blow van Hufflepuff en Ravenclaw. Wie heeft de meeste toverkracht? Wie wint het meest van alle? Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een nieuwe aflevering van Harry Potter Generations met het rondje van Rusty. Ja, hopelijk hebben we vandaag meer geluk met die oh zo leuke, lieve, fijne troll. Ja, wat een kut troll. Eén staat er weer een troll voor de uitgang. Wat een bullshit. Ja, het is toch niet te doen, joh. Zo, dan hielden we Hermeline even helemaal naar vol. Lekker, me. Ja, het is, ik vind het wel echt jammer dat je niet gewoon een spreuk hebt waardoor je bij de ander weer zit in pekanlaai of zo. Ja, precies. Echt, hij zit begin rood, maar ik weet dus niet. Dat was een crit, oké. Oeps. Ja, ik ben nu gewoon met Harry Hermeline aan het healen, omdat Hermeline meer damage kan taken. Ja. Flipendo. Echt, ik vind het zo jammer dat je niet kan zien hoeveel HP die troll nog heeft. Flipendo Uno. Oh, wacht. En nog een keertje, Flipendo Uno. Ik zit die voorlopig nog wel eventjes, denk ik. Nee. Ik zit alleen maar Flipendo te doen, namelijk. Nee, laten we onszelf maar even gewoon killen. Emmeline, crit hem alsjeblieft. Nee, natuurlijk niet. Oeh, ik zag zijn HP-balkje naar beneden gaan. Flipendo! Flipendo! Dit gaan we. Flipendo! Dit wordt echt nog een drama. Oh, en Harry is dood. Ja, ik ga die troll met hoe dit. Welk level ik nu ben, ga ik die troll echt niet verslaan. Oh ja, tuurlijk. Nou kritten we als Harry dood is! Tuurlijk. Toch logisch. Oh, tuurlijk ben ik versteend. Godsamme. Nou, ik ben dood. Ik moet gaan levelen. Harry kan zich niet bewegen. Dat is zeer kut. Waar zijn die spinnen als je ze nodig hebt? Nergens. Familiar Luno. Nee, ik ga even lekker vechten met spiders. Misschien dat ik nog iets kan met Incendio. Hop. Laat me maar even gekild worden door dat beest. Oh, hoezo is zij nou opeens full HP? Omdat ze net geleveld is. Oh, ze ging level up natuurlijk. Nee, ze ging net level up. Ja, nou doe maar even zo. Kill me, s'il vous plaît. Zo. Ja, ik ben met Harry Bang. Ik ben met Hermeline. Kijken of ik nog iets hoger kan met Incendio. En ik ben met Harry Petrificus Totalis aan het leren. Omdat je die troll kan paralyzen de eerste keer. Mhm. Zo, en die zijn allebei nu geparalyzed. Dan zeg ik gewoon... troll. Crit me maar. Hey, maar Flipendo is verbeterd met Flipendo Uno. Nou, dus dat kan dus wel. Ja. Want ik deed Flipendo Uno en ik kreeg dat ik nu Flipendo Tria heb. Ja, precies. Dus dat kan dus wel. Zo maakt het niet uit welke je gebruikt. Dat vind ik wel goed. Ja, dat is wel beter. Zo. Gewoon een dikke tornado, gek. Ja. Vlammertornado. Oh nee. Dat is een ander spel. Ja, dat is inderdaad een ander spel.
Maar het is wel goed om te weten dat dat ook kan. Ja, zeker goed om te weten dat dat ook kan. Kijk, en nou weet ik ineens waarom ik die battles wilde gaan doen tegen die spinnen. Items! Geef mij die victory items! Items! Die Milius. Okay. Ja, trouwens. Dan ga ik even met Harry ook nog eventjes de Vipendo naar Tria brengen, denk ik. Ah, hij heeft het afgekeken. Iemand hier het afgekeken. Ik ga kijken of dat werkt. Ja, zijn damage gaat dan van 20 naar 10. Of van 80 naar 40. Dus het werkt wel. Het heeft wel iets van waarde. Maar jij hebt nu het voordeel dat hij nou eventjes geparalyzed is. Ja, dat is wel lekker. Flipendo. Petrificus Totalus. Ik wil even weten. 10, oké. Flipendo Duo! Nou, dat was de spin. Natuurlijk, ik heb geen spreukjes meer met Hemeline. Ik heb geen TP meer. Zo, jammer weer. Ja, dat werkt maar één keer helaas. Oh, wat? Ja, dat werkt helaas maar één keer. Anders had ik hem ook al lang dood kunnen hebben. TP! Allemaal verdwenen. Ja. Yep. Nee, daarom probeer ik dus Petrificus Totalus te levelen. Misschien dat hij... Dat hij dan wel... Misschien dat hij dan langer versteend blijft. Dat je hem dan vaker kan doen. Oh ja. Dat is wel smart. Ja. Oh, ik mis. Oh, een 3. Wat kut. Oh, wat kut. Oh, je hebt een 3 aangemist. Ja. Oeh. Dat is zuur. Dat is heel zuur. Dat kan ik trouwens... Ik wil trouwens even eens kijken, hè. Als ik zeg... Oh, dat doet niks, oké. Je wou van een afstandje raken. Ja, ik denk misschien dat ik er van tevoren wat damage aan kan brengen, maar... Ja. Was te proberen. Dat is geen slecht idee. Nee, maar het werkt niet. Helaas. Naar skeletten kill mijn maag, want ik wil mijn TP terug. Oh, je hebt hem bijna! Ja, het gaat hartstikke goed. Ik kijk hier even om een hoekje en ik zie meteen dat hij hem bijna dood heeft. Ja, je hebt ook heel veel van die drankjes, of niet? Om die TP terug te krijgen. Ja. Ja, die ben ik nou dus aan het sparen. En Hamlin is dood, dat is mooi. En nou is ook dood. En... Since you've been gone! Oh mijn god, hij crit hem. Lekkering. Level uppeling. Lekkering. Er wordt hier vals gespeeld. Er wordt hier tanto goed gespeeld. Er wordt hier vals gespeeld. De handschoenen van een Chinese zanger. Er wordt hier gewoon vals gespeeld. Lekker, Harry. En wordt hij vals gespeeld gewoon.
Ik hoor een beetje een soort van jaloezie, hoor ik. Ik ga die drankjes ook sparen. Snap. Oh, tuurlijk. En nou zijn hier geen spinnen. Wat een gezeik. Snippa. Hexapelleamus. Oh, oké. Okay, er zijn maar twee groene... Kijk, want ik had hier de inval toch van Leo Bruto. Die witte kennen niet tegen... Oké. Okay. Oh, Dementor! Oh ja, wacht trouwens, ik ga met Hemeline deze trainen. Glaasjes! En ik ben versteend. Lekker dit. Glaasjes. Ja, trouwens, glaasjes, ja. Oh. Ik ga het toch niet vertellen. Ja, oh mijn god, hij... Oh, hij mag er nog mee door ook. Ik heb fucking goed gedaan, joh, Kees. Ja, joh, lul de banger. Nou. Wat zijn dit? Wat is het voor een taal? Lulde behanger. Ja. Dat moet gewoon de titel van deze aflevering worden. Dat ga ik geit vergeten, maar dat maakt niet uit. Ja, joh. Maar tuurlijk, en Milo gaat nu terug in de tijd. Zo ben ik. Ja, dan heb je volgens mij weer die minigame met die Dementors en dan ben je volgens mij daarna klaar. Hallo? Het leven? Ja? Oh, ja. Als jij nou gaat zeggen hallo het leven, dan vertrouw ik het al niet meer. Dat snap ik wel. Oh, ik zie hier was een spin aanwezig. Show me the spider. Hallo spider. Let me fight. Wat is het voor een vaag gedoe allemaal weer, jongens? Patrick, kan ik hier niet doen? Uno. Wat is dit? Wat is dit voor een onzinning? Harry. Hey Harry. Petrificus Totalus. Hey Harry, wil jij ruilen? No. Harry wil zeker ruilen. Ja. Hoe werkt... Oh. Maar dat is daar. Wat dacht je van Reparo? Hoe werkt deze? Wauw, daar had ik echt nooit van mijn leven opgekomen. Holy shit. Ik wil zeggen, ik sta achter en nog help ik die jongen. Wat ben ik aan het doen? Zo zijn wij. Wij helpen elkaar. Ja, dat is zeker waar. Je krijgt 58 sikkels. Dat is wel heel specifiek. Ja. 58 sikkels. Zo. Hemeline, doe maar gewoon een flipendo. Never. Trouwens, heb ik nog genoeg... Ja, ik heb genoeg voor flipendo, Tria. Oh, dat... Huh? Deze oh, Flipendo Tria's op allebei! Dat is heel ziek. Honest is honest. Dat is zeer ziek. Zeker. Daar geef ik je geen ongelijk in. Hé. Hey. Rebep. Defendo! Wacht. Nou, oh, wauw. Waarde. Het is zo onduidelijk wat ik aan het doen ben. Help. Ja, als ik wist wat je moest doen, had ik je geholpen. Ja. Maar, natuurlijk, nou critic. Ik heb... Nee, ja. Ik... Ja. Nou, gelukkig hebben we altijd nog het magische lampje. Precies. Als je geen magische poeder hebt, dan heb je altijd nog een magisch lampje. Yep. Wat er ook gebeurt. We... Altijd blijven lachen, nee. altijd blijven lachen. Zo, Hermeline is ook weer geleveld. Dat is mooi.
Daar is Hagrid. Hij mag ons niet zien. Hou je ogen dicht, Hagrid. Hagrid. Geef mij spin. Ik wil vechten tegen spiders. Dat is 80 XP, dus dat is 3 en dan ben ik weer level up. Hallo, Scurrback. Oh, we hebben nu een Scurrback. Oh. Volgens mij vecht hij ook met je, voor je. Denk ik, weet ik niet zeker, hè? Terug naar het meer. Zeg, dat wil ik niet meer. Nee, wil je dat niet meer? Nee, dat wil ik niet meer. Oh, oké. Okay. Ik word... Going back to the meer. Going back to the meer. Oké, okay, Incendio 3A. Back to the meer. Oh, ik doe nog 91 damage op hem, oké. Okay. Zo zijn wij. Ja, ik weet alleen niet of ik er iets nog... Ik weet alleen niet of ik er nog iets aan heb. Uh-oh. Ja, zie je, Scurrback vecht mij. Scurrback is... Oh, Scurrback is 51. Ja, maar je kan hem dus alleen niet zelf besturen. Is dat een probleem? Ja. Tuurlijk, nou crit ik met een Flipendo, tuurlijk. Omdat ik niks anders meer kan. Oh. Tipje voor straks. Ja? Incendio heeft geen... Heeft geen nut? Effect. Ah. Nee. Ja, daarom ben ik ze ook andere spreken ondertussen aan, andere spreuken aan ondertussen aan levelen. Mm-hmm. Oh, dat was een crit. Dat was 1 plus 1 is 2. Nice. En Pontificus Totalus, Defendo? Avalicadavra? Dat zou mooi zijn. Oh, Scurrback kan zich niet bewegen. Nou, fantastisch. Verdimilius Uno. Niks doet effect op dit kutbeest. Wat is dit? Oh. Misschien moet Scurrback hem killen. Ja, maar dan gaat dit een heel lang potje worden. Ik denk wel dat zoiets wordt, want ik kan gewoon damage doen. Zeggen, of het komt omdat wij te onderleveld zijn. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Ja, ik wil zeggen, het is dat je die professor niet kan scannen, dus... Dat is het jammer, je kan de professor niet scannen. Niks doet damage. Auw, Hermeline is dood. Harry, waarom krijg jij 2 keer als je... Ja, dood. Zo, dankjewel. Dankjewel, troll. Ik heb geen idee, joh. Ik heb echt geen idee. Hmm. Ik wil zeggen, maar maak de fight sowieso maar af, anders dat de tijd bijna erop zit. Ja. Zeggen, dan weten we in ieder geval zeker of het gebaseerd is op Scurrback of dat het gewoon... Scurrback doet zelf ook niet zo heel veel. Nee. Wel een crit 2. Wow. Oh, en hij is versteend. Kom, Scurrie. Pontificus Totalus Uno. Oké, nu is Scurrback dood. Doet dat iets met het verhaal? Je staat al meteen. Je bent verslagen. Oh, je bent ineens weer in de ziekenzaal. Ik heb het gevoel dat het de bedoeling was. Oh, nee. Dat was niet de bedoeling. Ja, lastig dit, Oh, hoe voelt het nou dat jullie versteend zijn? Nou, en die kan zich weer bewegen.
Nou, het wordt sowieso een probleem voor de volgende keer, maar... Ja, dat sowieso. Pardon. Nee, daarom ben ik dus nu ook aan het levelen in plaats van dat ik me ergens op anders concentreer. De tijd is voorbij. Oh. Maar ik laat jou deze battle even af. Dat zou fijn zijn. Ik blijf hier wel gewoon wachten. Auw. Glaasjes. Niet Glaasjes. Ja, die spreuken moet ik toch nog trainen, dus... Hier glazing hem, man. Oh, dat was een crit. Nou, top. Nice. Geen levels up, zo te zien. Nee, helaas niet. Nee. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. De volgende aflevering gaan we eens kijken hoe we Lupus gaan verslaan. En of kijken of Rusty de troll kan verslaan. En zie je weer graag de volgende keer weer. Adios, amigos.